Goedemorgen, het is vandaag maandag, bijna 9:50 ochtends. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik sta op het punt om te vertrekken, want wij moeten lekker samen naar de osteopaat. Hallo lieverd, ga je mee met mama? Ja, dan gaan we even naar de osteopaat. Dat is alweer een week of 4 geleden, denk ik. Dus weer tijd om alles lekker los te maken bij hem. Maar ik neem jullie mee in deze weekvlog. Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Volg me zeker op Instagram en TikTok. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Het is echt al wat later op de dag. Het is 3:15 of zo. En ja, Quinn en ik waren natuurlijk vanochtend naar de osteopaat gegaan. Ging weer heel goed. Over een maandje gaan we weer terug, want we merken gewoon dat vaker echt niet nodig is. Maar dat we het nog niet weg kunnen laten. Want hij heeft nog wel echt wat spanningen aan zijn linkerkant. Dus dat. Hij ligt nu in de box met zijn knisper boekje. Maar ik ben even naar de Lidl gewandeld. Ik heb het eigenlijk helemaal niet gefilmd. Maar ik heb een paar kleine dingen gehaald. Ik heb besloten om geen grote boodschappen shoplog te doen. Ja, gewoon voor de verandering. En we gaan vanavond dus ook nog naar de Netorama. En ja, dan is het allemaal een beetje veel. Dus ik heb bij de Lidl wat dingetjes meegenomen. Bananen. Snijbonen. Een avocado. En die wil ik dus eigenlijk helemaal fijn gaan maken. En dan kijken of Quinn het gaat eten. Dan heb ik nog kaas. En ik kon het niet laten liggen. Sintfiguren van chocolade. Echt heel lekker. Oh, en ik heb dus ook nog dit gehaald van die seaweed crisps. En dan gaan we kijken of dat is. En dan heb ik nog een paar andere dingetjes. Een dag- en een nachtcreme cutine van Xin. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar deze heb ik altijd. En is zo fijn. Het schijnt ook dat dit een hele goede crème is. Maar ik gebruik hem echt al heel lang. Ik vind hem echt heel fijn. En dan heb ik nog 4 van deze make-up boekjes. En dat was het eigenlijk al. Want ja, we gaan vanavond gewoon alle grote boodschappen doen. Dus ik ga dit weer opruimen. Ik heb ook een lekker wasje van Quinn gedraaid. Daar ga ik er nog eentje aan zetten. Verder eigenlijk best wel een rustige maandag. Dion is naar kantoor. Die komt om 5:00 naar huis. En ik ben helemaal vergeten om dit in te nemen. Ik weet nog niet of dit helpt of niet. Het is in ieder geval wel heel lekker. Wie heeft net zijn bordje leeg? Heb je lekker gegeten, Moppie? Ja! Eindelijk weer een bordje met een hapje. En dit keer was het met wortel, kip en rijst. Ja, weet je, ik probeer het gewoon. En ik probeer nou die van 6 maanden te pakken. Want die van 4 maanden zijn echt vloeibaar nog. Maar dit vond hij ook wel heel lekker, dus ja, het was lekker hè. Maar ja, ik moest natuurlijk weer knoeien. Wat dus echt ook heel grappig is. We hebben de babyphone camera dus voortaan boven zijn hoofd in de hoeken. Want hij slaapt zeg maar meer op zijn zij en op zijn buik, dus dan kunnen we hem niet goed zien. Dus hebben we hem achter hem gezet, maar hij kijkt dus gewoon vol in die camera elke keer. Ik zal even kijken of ik dat deze week kan filmen, maar het is zo grappig. Maar hij gaat gelukkig uiteindelijk wel slapen, dus hallo. Hallo. Zie jij jezelf? Ja, mama is hier. Hij snapt het niet. Het is vandaag dinsdag en ik heb eigenlijk nog niks gefilmd vandaag. Ik heb niet heel veel bijzonders gedaan. Het is 4:15 inmiddels. Ik ben vanmiddag met Quinn even langs mijn oma geweest van mijn vaders kant. Ja, dan ben ik 1,5 uur geweest en nu ben ik weer terug. Ik ben Quinn een beetje aan het uitdagen, zodat hij vooruit gaat buikschuiven. Hij wil zo graag. Oh ja, hij wil echt heel graag, maar het lukt hem gewoon nog niet. De osteopaat zei ook trouwens dat hij best wel vroeg is met het willen gaan kruipen. Maar goed, het kan ook nog weken duren voordat hij het echt door heeft. Ik heb alvast
de tafel gedekt. Want zoals je ziet gaan we dus straks Mexicaanse wraps eten. En mijn broertje en een vriend van Dion komen gezellig eten. Ik ga straks dus even beginnen met koken. Het is inmiddels 4:15. Dus ik hoef alleen maar even de kip te maken en wat dingen te snijden. Dion is over 3 kwartier klaar. Ondertussen staat de vaatwasser trouwens aan. Mocht je die er doorheen horen. En ja, heb ik vandaag niet zo heel veel gedaan. Omdat komende dagen, ja eigenlijk tot en met zondag, is er gewoon elke dag iets gepland. Dus ja, dan doe ik het vandaag nog even rustig aan. Quinn is aan het jammeren dat hij niet bij de doekjes kan. Denk dat ik een beetje verkouden word. Want ik heb een beetje een soort van ja, loopneusachtig. En ja, door die temperaturen allemaal, ik word daar zo snel verkouden van en ziekig. Dus ik moet me ook gewoon warmer aankleden. Ik zit hier in mijn Zara pak. Maar ja, een trui is gewoon nog echt te warm. En hier binnen is het ook gewoon 21,5 graad. Tussen ben ik ook nog een vlog aan het kijken van Rebecca Denise. Adventskalender. Ja, normaal vind ik die video's niet zo leuk. Want ja, ik vind weekvlogs en zo allemaal veel leuker om te kijken. Ben ik vanochtend met mijn zusje en Rami. Ik ben hier naar de Efteling geweest. We zijn helemaal kapot. Want we hebben echt, ja, allemaal had gekeken. Iets van 7 kilometer gelopen. Nou, niet normaal. Het is echt. Oh, dat ging ik helemaal niet pakken. Mijn stelt. Ja, het is dus. Wat is het? Ik denk iets van 2 uur of zo. En we gingen naar Quinn's fysio vanochtend. Die kwam ook nog vanochtend. Quinn zelf was het trouwens ook echt heel erg vroeg. Die was echt om 6 uur al wakker en vannacht lag hij ook weer te spoken. Dus toen ik er om 7 uur uitgegaan heb ik hem om zoiets ook de fles gegeven. Daarna kwam zijn fysio om 9:15. En daarna zijn we eigenlijk naar de Efteling gegaan. En hebben we heel het Sprookjesbos gehad. Zijn we ook nog in de Carnival Festival gegaan. En in de Droomvlucht, wat hij dus echt super leuk vond allebei. Hij vond het allemaal prima. Hij vond het helemaal leuk. Hij heeft ook nog even tussendoor geslapen in het Sprookjesbos. Oh, het is 2:15. En nu ga ik heel even mijn haar stylen. Ga ik even nog chillen. En dan ga ik om 3:30 richting mijn ouders. En dan haal ik papa's auto op en dan gaan we dus papa en mama van Eindhoven Airport halen. Want die zijn eindelijk weer terug van Italië. Dus ja, drukke dag. En mijn zusje en de fam komen dus ook daar naartoe na het eten. Maar dat weten mijn ouders dus niet. Ik denk dat ze dat echt super leuk vinden. En we hebben nog wat cadeautjes voor mijn moeder gekocht. Want die was er natuurlijk niet met haar verjaardag. Dion komt uit zijn werk ook naar mijn ouders. Dus helemaal leuk. Helemaal herenigd met iedereen. Maar het is wel echt een vermoeiende dag. Quinn gaat denk ik ook zo slapen. Want die is allemaal aan het bewegen en en zijn plekje aan het vinden in de box. Dus ja. Ik vond het wel weer echt heel leuk om in de Efteling te zijn, maar er is echt zoveel veranderd vergeleken met vroeger. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk. Maar het was echt super leuk. En gelukkig was het ook echt rustig. Maar ja, ik ga nu even lekker mijn haar stylen en dan ga ik weer vertrekken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en papa heeft Quinn net opgehaald. En ja, ik ga nu naar de psycholoog. Ik ben echt al best wel laat, dus ik ga heel even opschieten. Nou, jullie gaan het niet geloven. Ik zat daar om 9:55 netjes. Oh, ik heb echt dikke tegenlicht. Maar ik dacht, ik ben om 10:00 aan de beurt. Ben ik pas over 1 uur aan de beurt. En ik dacht eerst in mijn agenda 10:30. Is het gewoon 11:00. Dus ik ga nu maar even hier naar het centrum. Jezus. Het is 12:00 geweest. Ik kom net terug van de psycholoog en ik kwam Dion's tante tegen.
Dus daar heb ik ook nog even mee staan kletsen. Ja, het is 11:50 en nu ben ik net weer thuis. Heb ik heel even iets warmers aangetrokken. Heb ik wat dingen gekocht bij de Kruidvat en de Hema. Dus die ga ik heel even snel laten zien. En natuurlijk had ik weer geen tas bij, dus die heb ik weer even gekocht. Zo'n onzin. Maar goed, ik heb vooral zoals altijd dingen voor Quinny gekocht. Ik heb Dentinox gekocht. Dat is voor als een baby tanden krijgt. Dit is echt, ik zweer bij dit spul, dit helpt echt heel goed. Die heb ik dan gekocht. Ik heb voor hem ook een My First Musical iPod gekocht. Nou, hoe geweldig. 6 euro. En wat groentehapjes. Even kijken, dit is wortel, aardappel, verkoren, speldpasta en broccoli. Want ik ga hem nu dus proberen meer groente te geven. De 6 plus hapjes te geven, want de 4 is echt wel, ja, daar is hij nu wel een beetje te oud voor. En hier zit al wel iets meer in. 8 maanden zijn met stukjes en dat durf ik nog niet te geven. Dus ik hou het mooi even nog bij 6. Dit is groente, couscous en linzen. En dit is spaghetti bolognese. Dus ik ben heel benieuwd hoe die dat gaat vinden. En bij de Hema had ik, het is pas half oktober, 2 chocoladeletters gekocht. Ja, Dion houdt heel erg van hazelnoot en ik van wit. Dus die heb ik ook gekocht. Verder heb ik eigenlijk niks op de planning vandaag. Ik doe dat altijd bewust als ik naar de psycholoog ben geweest. Want het is gewoon best wel uitputtend altijd. We zien een stijgende lijn. Alleen we zijn er echt nog lang niet. Dus ja, er moet nog wel echt veel gaan veranderen. 22 oktober ga ik naar het UMC in Maastricht. Dat is om mijn zwangerschapsvergiftiging te laten onderzoeken. Dus ja, dat is volgens mij over 2 weken. Ik ga nu dit opruimen, ga ik even lekker eten. En dan ja, denk ik wel dat ik wat dingetjes hier in huis ga doen. Niet heel veel, maar ik ben gewoon heel moe. En het is ook wel goed om rust te nemen. Ik had gisteren natuurlijk echt een bizar drukke dag. Dus ik heb wel echt rust nodig. Maar ja, ik ben ook bijna net zo wit als mijn trui. Ongelooflijk. Maar goed, dat is het voor vandaag. Guess who's back? Oh my god, ik heb je zo gemist. Poepie! Helemaal blij dat hij weer terug is. Hi schatje. Hallo poepie. Hij heeft een beetje last van zijn tandje en hij is moe. Want opa en oma hebben heel de dag lekker met jou gesjouwd. Hè? Het is vandaag donderdag. Ik ben vanmorgen even gaan lunchen met mijn ouders, Amber, Rami en mijn oma kwam ook nog mee. We zijn dus gaan lunchen bij Wijkers. Dit is mijn outfit. Broek van de Zara, top van de Vera Moda, een longsleeve, mijn sieraden, my jewelry. En ik had mijn Fila sneakers aan. Ik ben vanochtend helemaal vergeten mascara op te doen. Dus dat ga ik zo even doen. En ik heb dus zo een intakegesprek bij de kinderopvang voor Quinny. Best wel spannend of zo. Ja, ik weet niet. Hij gaat gewoon volgende maand. Oh. Hij gaat gewoon al volgende maand naar de opvang. Dus dat is echt bizar hoe snel het eigenlijk gaat. Ja, en dan gaat hij dus voortaan elke maandag naar de opvang. We hebben besloten om 1 dag te doen in plaats van 2. En dan gaat hij dus 1 dag naar mijn moeder. En ja, dat was het eigenlijk. Dus dat. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even verder mijn mascara afmaken. En dan gaan we richting de kinderopvang. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is nu 11:15. En ik zit in de auto, want ik ga natuurlijk een uurtje sporten. Ik moet zeggen, ik heb er echt geen zin in. Het is ook echt best wel koud. Want ik weet dat het gewoon heel goed voor mij is. En dat ik me dan toch een stuk beter voel. Dus let's go. Nou, ik ben net klaar met de training. Nou, het was echt best wel zwaar, maar ik heb alles gewoon goed volgehouden. Nu ga ik lekker naar huis en even douchen, klaarmaken en even lekker wat eten. Heerlijk! Een lekker erwtensoepje. I love it!
Het is al een hele tijd later. Het is 4:10. Ik heb echt enorme spierpijn al. Maar sporten ging echt heel goed. Dat in ieder geval wel. Dus ik heb lekker kunnen trainen. Dit keer wel wat zwaarder dan vorige week. Want vorige week was natuurlijk de allereerste les en moest ik natuurlijk een beetje inkomen. Maar nu was het op zich wel zwaarder al. Iemand wil de vlog. Quinn heeft net lekker een hapje gekregen. Was niet zijn favorietje, maar hij heeft wel gewoon genoeg op. Oh ja, het is trouwens ook echt vet schattig. Ik had net een paar foto's gemaakt ook van dat hij ging eten. Ik heb hem in de kinderstoel gezet met een sjaal erin, zodat het een soort van kleiner was. Maar hoe schattig. Wacht. Zo zie je het beter. Zo. Ontzettend schattig. Oh. En deze. Ik ga helemaal stuk. Zijn haar groeit ook ineens zo hard. Maar ja, en dit was dan wat ik kreeg. En ja, wij zouden dus eigenlijk een drankje gaan doen met Marloes en Remco. Alleen ging dat helaas last minute niet door. Maar toen zijn we wel even naar het centrum gegaan. Zijn we bij de Action en de Hema geweest. We zijn dus op zoek naar slofjes voor Quinny. En eindelijk heb ik ze wel gevonden. Mijn moeder had dus van de week ook slofjes meegenomen. En ik heb dus twee lange mouwenrompers gekocht. Dat zijn deze Basics van de Zeeman voor 2 euro. 62,68. En even kijken. Mijn moeder had dus deze schattige slofjes meegenomen van de Action. Nou, ze zijn zo leuk. Ze zijn een navy kleur. En ja, lekker warm voor in de winter. Ja, ik vind ze echt zo leuk. En ze passen ook gewoon heel goed. Dit is maatje 18-19. Quinn heeft best wel grote voeten. En best wel een hoge vrees. Dus hij kan niet alle slofjes aan. Maar ik had deze dus bij... Oh nee, dit is van de Zeeman. Deze bij de Zeeman gekocht. 2,50. Maat 17-18. Ja, het verschilt gewoon heel erg. Kijk hoe schattig. Qua grootte, zeg maar. Ook zo'n lekker stofje aan de binnenkant. En ja, je moet deze dus gewoon zo met klittenband vastdoen. En dan een soort van zooltje. Maar ja, het zijn toch slofjes, dus dikke prima. Deze heb ik net ook bij hem gepast. Die passen ook echt heel goed. En dan heb ik deze nog bij de Hema gekocht. Ja, ik vind deze zo leuk. Kijk hoe schattig. Heel leuk. Ja, en dit is dan weer 4 tot 9 maanden. Maar ja, hij is 9 maanden. Alleen... Ik had de 9 tot 18 maanden vast. En ik denk, nee, dit gaat hier nooit passen. Het was echt zo groot. En dit is 4 tot 9 maanden. Maar ja, hij past dit gewoon. Dus dikke prima. Deze zijn trouwens, volgens mij waren ze 7 euro. De prijs staat er niet op. Maar ja, deze ook super leuk. Ook met klittenband. En ja, ook van het zachte spul aan de binnenkant. Echt heel leuk. Heel blij mee ook. Dus dan hebben we genoeg slofjes voor deze winter, denk ik. Of in ieder geval, zolang zijn voeten nog niet groeien. Ik heb hem net een hapje gegeven. Dion is naar vrienden. En we hebben net nog iets bij de frietent gegeten. Echt heel slecht. Oh mijn god. Ik heb net gesport. Maar ja, ik ga dadelijk dus ook eten bestellen. Ik moet alleen eten. En dan heb ik gewoon echt geen zin om te koken. Dus ja. Ik denk dat het iets van Pokeball zo wordt, die richting. Maar ik ga even online kijken. En voor de rest ga ik vandaag niks meer doen. Ik ben ook helemaal gesloopt. En morgen zie ik Merel. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. We gaan samen naar Den Bosch. En dan gaan we lekker winkelen. Quinny blijft dan lekker bij Dion. Dus dan heb ik ook echt even tijd met Merel samen. Ja, en ik denk dat ik gewoon lekker even serie ga kijken of zo. En ik ga eerst eten bestellen. Goedemorgen, het is vandaag... zondag en het is 10:30. Ik ben mezelf aan het klaarmaken. Ik heb echt zieke wallen, ondanks ik gewoon best wel goed heb geslapen. Quinn heeft gewoon doorgeslapen vannacht. Maar volgens mij kom ik een beetje slaaptekort. Ik heb mezelf al bijna klaargemaakt. Ik heb deze favoriete ketting van My Jewelry aan. Top en blazer van de Zara. En een witte cargo broek van... dat ik het even niet weet. En dan doe ik mijn New Balance aan. Ik ga straks met Merel even de stad in.
Het is ja, redelijk weer. Het is wel droog, maar het waait. Het is echt gewoon herfst. En deze meneer kruipt dus echt binnenkort, want hij schuift dus op zijn knieën naar voren als hij in de kruiphouding zit. Dus ik geef hem nog een paar weken. En dan denk ik dat hij echt gewoon footsie is. Oh, wacht. Hij gaat nu proberen. Kijk, hij schuift naar voren. Niet zo ver nog, maar... Oh my gosh. Ja, hij schuift echt naar... Hij schuift echt al naar voren. En nu is hij boos, want het lukt niet zoals hij wil. Schatje. Maar in ieder geval, ik ga mezelf nog even verder klaarmaken. Ja. En dan gaan we lekker winkelen vandaag. Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb Merel al zo lang niet gezien. Dat heb ik volgens mij van de week ook al gezegd. Maar zoveel zin om even bij te kletsen. En gezellig even wat eten. Niet te uitgebreid, want we willen echt gaan winkelen. Ik moet echt ook winterspul hebben. Dus geen excuus vandaag om iets te kopen voor Quinn of voor Dion. Echt, we gaan alleen voor mij en voor Merel. Hi! Hey! Hi poepie! Kom je naar mama? Kom je naar mama? Hij heeft zo'n schattige pyjama aan. Ik heb die volgens mij wel eens laten zien. Van de zeeman. Maar kijk dan. Hij schuift gewoon overal heen. Oh. Ik zei ook al tegen Dion. Van we moeten hier langzamerhand echt wat dingen ook weg gaan halen. En of ja, anders gaan doen hier. Want zodra hij kan kruipen, ik denk dat hij echt zo super snel ook gaat zijn. En hij vindt letterlijk nu alles interessant. Dus hij pakt echt wat hij pakken kan. Dat is het dus. Maar goed, ik ga mezelf klaarmaken en dan ga ik richting Den Bosch. Het is bijna 5:30. Ik ben alweer een tijdje thuis. En Merel was nog even hiermee naartoe geweest. Ik heb bijna niks gefilmd vandaag, besef ik me net. Maar het was echt heel gezellig. Hi, knapperd. Met je mooie berenpak. En nu gaan we dus lekker eten. We gaan van alles in de oven doen. En dan gaan we zo lekker eten. Ik heb ook echt best wel wat gekocht. Dus misschien kan ik dat nu wel laten zien eigenlijk. Shoploggie! Oké, shoplog! Ik heb echt een hele grote tas. En Shubi heb ik een hele leuke tas bij gekocht. En dat is dus deze. Oh mijn god, ik ben helemaal verliefd hierop. Hoe leuk is dit? Er zit dus een strik op en het is een pantenprint. Nou, dan heb je mij. En dan heb je hier dus een magnetische knoop en dan... Ja, ik kan hem niet heel goed laten zien, maar dit is de binnenkant. Er zit ook een rits in, maar echt een hele leuke tas. Hij is dus 40 euro, maar ik had dus een fashion check. Dus daar heb ik deze van gekocht. Ik vind hem zo leuk. Echt heel erg blij mee. Merel was trouwens ook echt zo goed geslaagd. Hij heeft allemaal leuke items van de Kostes ook gekocht. Camera is bijna leeg, dus ik ga heel even opschieten. En dan heb ik nog drie items van de Zara, van de New Yorker. En dat is deze hele leuke roze kooltrui. Ik heb hem, het is volgens mij een crop model, alleen ik heb hem gewoon in de maat groter genomen omdat ik daar niet meer zo heel fan van ben. En zeker in de winter is het natuurlijk koud. De mouw is zelf omgeslagen. Maar ik vind het heel leuk. Zeker omdat ik nog helemaal geen wintertruien had. En
En het nu toch echt wel koud wordt. Ja, kunnen die croptops gewoon echt niet meer. Even kijken. En ik had dus ook deze trui. Deze hele mooie witte trui is dus wel van een set, zie ik. Oh, met het korte rokje was dat. Kijk, het is een matching set. Alleen ik heb dus alleen maar de trui. En deze was 20 euro. Die andere trui heb ik niet eens genoemd volgens mij. Was, even kijken, 17 euro. Nou, helemaal leuk. In een maat 38. En deze heb ik in een maat... Huh? Ik hoorde die kookwekker. Ook in een maat M. Oké. En dan het laatste heb ik echt een heel leuk joggingpak gekocht. En dat is dus... Ja, wat is het voor kleur? Zo? Zo prachtig, denk ik. Ik zal even ook de rits dicht doen. Maar geweldig. Ik hou hier echt van. Superleuk. Dit is het vest. Met dus allemaal van die sterren erop. Helemaal leuk. Ook op de mouwen. Ja, I love it. Dit is heerlijk. Hier ga ik echt in leven. Heb ik in de maat XS, want het vest valt best wel groot. En deze was 30 euro. En daarbij heb ik ook de bijpassende broek natuurlijk. Kijk hoe leuk dit is. Ik hou hier echt van. Helemaal leuk. De achterkant is wel gewoon effe. En de broek was 20 euro. Heb ik in een maatje S. En dat was de shoplog. Nou, zoals je ziet heb ik gelijk dit pak aangedaan. Het zit echt zo heerlijk. Maar ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Het was super gezellig met Merel. We zijn allebei echt heel goed geslaagd. Dus super leuk. Ze was nog even hiermee naartoe geweest om Quinny te zien. En om Dion ook te zien. En we gaan binnenkort ook daarheen. En mijn camera is leeg. Dus ik ga de vlog afsluiten. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Volg me op Instagram en TikTok. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je snel weer te zien bij de volgende vloggie. Doei!